weet je, we zijn hier nou toch, dus we pakken meteen maar even door. Ik nodig graag uit op het podium Marcel Vogels, bekend in heel Medialand, oprichter van Memo 2. Dankjewel voor dit overweldigende applaus. Het is ook echt wel heel erg bizar om voor een aantal paspoppen te presenteren, maar desalniettemin... Ja, ongelooflijk complimenten voor dit cross-media-congres. Dat je ondanks het corona-ellende dit soort dingen gewoon doorgaat. Dus fantastisch. Ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, het staat al in de titel natuurlijk. Brands in Control. Transformatie in advertising. Ja, en dat is eigenlijk tevens de samenvatting. Hè? Dus dat merken steeds meer in controle komen over wat er in het digitale, maar ook in het cross-mediale advertising... domein gebeurt. En dat klinkt slecht nieuws voor bureaus en voor expertanten, maar dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Dus het is eigenlijk dubbel goed nieuws vandaag. Dus na deze coronacrisis gaan er dubbel mooie tijden ontstaan. Nou ja, een beetje verplicht nummer natuurlijk, maar wie is Memo 2 voor degenen die dat niet weten? Memo 2 is in Europa leidend op het gebied van cross-mediale measurement en optimalisatie. Wij werken voornamelijk voor bedrijven in 27 landen. We zijn in Nederland Research en Analytics Bureau van het jaar. En ook in Europa hebben we de Grand Prix voor Research Excellence gewonnen van het IAB Research Awards. En uiteindelijk wat wij vooral doen is het helpen van merken om beter te presteren en met media, cross-media investeringen. Dus hoe krijg ik zoveel mogelijk sales en hoe krijg ik zoveel mogelijk merk... waarde en effect uit mijn cross-mediale budget. Nogmaals, werk in 27 landen met over de 50 fantastische collega's. Dus aan de andere kant zeg maar, van het internet. Dankjewel, Memo 2 collega's. Ik heb ze natuurlijk ook al een tijdje niet gezien. Nou, snel door, want we hebben natuurlijk niet... Sorry. Ik moet wel even op het knopje drukken. Dit dus, maar goed. Ja, en ja, waar gaat het dan eigenlijk over? Dus waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, McKinsey heeft ongeveer 2 jaar geleden een onderzoek gepubliceerd onder 570 snelle groeiers en merken die misschien wat minder snel groeien. En eigenlijk gekeken naar, maar wat is nou eigenlijk de onderliggende trend binnen advertising en binnen media en binnen marketing? En dat je zou verwachten dat dat te maken heeft met digitalisering of globalisering van media of fragmentatie van media of dat soort items. Maar toch is dat maar ten dele zo. Eigenlijk wat vooral de lijn is, is dat eigenlijk wereldwijd onvrede wordt gevoeld over de mate van effectiviteit, productiviteit en ROI uit cross-mediale investeringen. En eigenlijk wordt daarmee gezegd dat traditionele media marketingprocessen ja, aan vervanging toe zijn. Anders kan ik het helaas niet zeggen. Nou ja, hoe ziet dat er dan in het echt uit? Nou, dit zal ongeveer een stroomschemaatje zijn die de meeste mensen nu achter de computer wel bekend zullen voorkomen. Eigenlijk het traditionele lineaire planningsproces. Hè. Dus een bedrijf heeft een aantal doelstellingen. Een mediebureau wordt gebriefd over wie er moet worden bereikt, via welk kanaal. Reclamebureau wordt gebriefd over wat voor soort gevoel we willen doorgeven. Dus die gaan aan de slag voor een creatieve uitingen. En uiteindelijk gaat zeg maar, de campagne live zoals het mediaplan dicteert. De campagne loopt. En aan het einde van de campagne gaan we evalueren door of te kijken naar Mediametrics. Dus hoeveel klikjes en hoeveel GRP'tjes en hoeveel impressietjes. En aan de andere kant misschien ook te kijken naar... cross-mediale effectstudies of brand effectstudies. Nou, dit proces aan zich is natuurlijk best wel oud. Het is ongeveer 25 jaar oud. 25 jaar geleden bereikte je natuurlijk met televisie en met radio en met dagbladen ongeveer 100% van Nederland. En dan is een heel adaptief systeem natuurlijk ook niet heel erg nodig. Alleen nu in deze tijd hebben eigenlijk te maken met eigenlijk wel die mediafragmentatie en ook wereldwijde concurrentie, grimmige consumenten. En daarmee ontstaat eigenlijk ook een roep naar een veel adaptiever plannings- en optimalisatieproces. Ja, dus eigenlijk gaan we naar een bureau, of eigenlijk gaan we van een proces die stapsgewijs is en waarbij mediebureaus de baas zijn, naar een proces
die wat dynamischer van aard is. Het is een gruwelijk moeilijk plaatje. Het is ook van afkomst van McKinsey, dus die moeten ergens ook een rekening naartoe sturen natuurlijk. Maar in zijn algemeenheid wil het eigenlijk gewoon zeggen dat marketingafdelingen steeds vaker regisseur worden van cross-mediale campagnes en het optimaliseren ervan. En hoe dat in de werkelijkheid werkt, is dat er eerst een aantal strategische keuzes worden genomen over, maar wat voor strategische functies willen we eigenlijk in eigen huis hebben? En met welke kwaliteits- en strategische bureaus willen we richting de toekomst gaan samenwerken? Ja, en die snelle groeiers die zeggen dan eigenlijk, laat de bedrijfsdoelen op één staan en laat die richtinggevend zijn voor wat we op media en marketing eigenlijk allemaal uitvoeren. En je ziet dit model eigenlijk ook terug in met name marketplaces, grote verzekeraars, retailers, supermarkten, hoogcompetitieve omgevingen zoals telecom. Eigenlijk bedrijven grofweg die niet zozeer van maand tot maand leven en ook niet van kwartaal naar kwartaal, maar eerder van week tot week of van dag tot dag. Ja, en dit is eigenlijk ook het model wat je steeds vaker zult gaan zien. Maar goed, dan komt natuurlijk de vraag, als dan niet traditionele mediaplanning de richtlijn wordt, ja, welk meetinstrumentarium hebben merk en marketeers dan om zelf die regie te voeren? Nou, daar ben ik eigenlijk voor gekomen vandaag. Dus die brands in control, dus hoe ziet dan die nieuwe planning eruit? Nou, eigenlijk voor merken die veel dichter op de bal willen gaan zitten en eigenlijk continu met het spel bezig zijn en niet naar het einde van de wedstrijd graag de uitslag willen weten. Ja, eigenlijk voor dat soort partijen moet meting en optimalisatie eigenlijk voldoen aan een aantal dingen. Dus het moet vooral snel zijn, want je wil snel kunnen reageren. Het moet dus kortcyclisch zijn, het moet geïntegreerd zijn en het moet afkomstig zijn van echte mensen. Alrighty, dus hoe heet zoiets? Nou, we hebben dat eigenlijk zelf een naam gegeven, omdat het natuurlijk nog niet een hele grote categorie is. Maar we zelf hebben het people-centric analytics genoemd. En eigenlijk de werking is verrassend eenvoudig. Omdat het eigenlijk, samengevat min of meer betekent dat grote groepen consumenten gaan meewerken 24 uur per dag aan het in kaart brengen van crossmediaal bereik, crossmediaal audience en het daadwerkelijke effect. Dus echte mensen eigenlijk die echte merken helpen om betere merken te worden. En dan denk je, ja Marcel, dat is misschien een beetje een utopie, dat gaat nooit gebeuren. Nou, dat is niet waar, want het gebeurt al vandaag. En eigenlijk hoe dat in zijn algemeenheid werkt, is dat consumenten worden uitgenodigd om mee te doen aan passief en actieve research. In het geval hier zie je eigenlijk een app, een bestaande app, die bijvoorbeeld audiopatroonherkenning in zich heeft. En daarmee in staat is om op individuele basis tv-commercials te herkennen, radiocommercials te herkennen, online videocommercials te herkennen, ook in app, bioscoopreclame te herkennen en zelfs non-spot sponsoring te herkennen. Puur op basis van het audiopatroon wat geleerd wordt in het platform. Er zit ook verplaatsingsgedrag in, wat het weer mogelijk maakt om contacten outdoor te herkennen en daadwerkelijk fysiek retailbezoek te registreren. En vervolgens uiteraard zit er ook nog een camera op, dus dat maakt het makkelijk om eigenlijk heel kwalitatieve interviews te doen als het echt om hele specifieke experiences gaat. En er zit ook gewoon een hele snelle survey op. Dat wordt vooral gebruikt voor hele korte brand- en effectstudies. En dat gaat echt met een gierensnelheid van ongeveer 100 surveys per minuut. En die wordt natuurlijk ook geserveerd op basis van exposed en non-exposed. Nou, even concreet, dus wat zou dat dan kunnen betekenen? Nou, stel je voor dat McDonald's graag wil groeien in de ochtenduren, tuigt daarvoor een crossmediale campagne op. En vervolgens gaat eigenlijk een tv-campagne, een onderdeel daarvan is een tv-campagne en die gaat live. Dan zal deze meneer die vervolgens die people-centric app op zijn mobiel heeft staan, daarvan zal meteen worden geregistreerd wat er in zijn huiskamer gebeurt ten aanzien van het uitserveren van tv-campagnes. Nou, in dit geval heeft deze meneer 4 keer een McDonald's McEgg campagne voorbij zien komen.
Als deze meneer dan door de koopgroot loopt en een viertal keer langs de Abri loopt, dan wordt dat natuurlijk door dat verplaatsingsgedrag ook vastgesteld. En nu hebben we eigenlijk al een heleboel offline contacten aan een individuele persoon kunnen vastmaken. Nou, voor datgene als online een audiosignaal heeft, hè, net zoals online video, dan kunnen we dat natuurlijk, dan kan dat met people-centric systemen kan dat worden herkend. Is het echt display of websites, dan gaat het natuurlijk gewoon via de good old-fashioned tagging. Goed zo, nou dan deze specifieke consument loopt vervolgens op een zaterdag na het hebben gezien van tv-commercials en na het hebben gezien van Abri's door Amsterdam heen en hij eindigt daadwerkelijk bij McDonald's en voor 12 uur. Kunnen we registreren? Belangrijk. Vervolgens is natuurlijk wel van belang dat we wel graag willen weten, heeft deze meneer daadwerkelijk een McEgg besteld waar het nou eigenlijk om ging? En als dat het geval is, was dat dan zijn eerste McEgg, waardoor je zou kunnen zeggen, ja, was dat vanwege de reclame of doet hij meer dat elke dag bij wijze van spreken? Maar we kunnen ze natuurlijk ook een aantal vragen stellen over, wat is nou eigenlijk de ervaring? Was dat ding warm toen hij hem bestelde? Was de McDonald's schoon? Waren de mensen prettig en lief voor deze beste man, waardoor die misschien nog een keer terugkomt. Hè? En daardoor breng je eigenlijk twee dingen bij elkaar. Aan de ene kant de mate van exposure van dit fantastische ontbijtproduct. En natuurlijk of dat deze persoon de McDonald's in heeft geholpen voor 12 uur en wat de daadwerkelijke experience was. Nou, dan zou je denken, nu zijn we er. Nou, dat is nog niet zo, want in de traditionele manier van denken, en vooral als je gaat kijken naar planning en strategie, daar houden we eigenlijk nu mee op. We zeggen, oké, dit is voor het merk belangrijk, let's go. Maar eigenlijk hebben we ook nog te maken natuurlijk met een markt. En de markt heeft veel concurrenten. En het aardige van people-centric data is natuurlijk dat je eigenlijk concurrenten op eenzelfde manier kan meten als bijvoorbeeld hier McDonald's. Dus ik kan ook zien welke campagnes van de Burger King bijvoorbeeld effectief zijn of van KFC of Subway. Nou, in extremis geldt dat natuurlijk voor supermarkten. Want we kunnen bijvoorbeeld ook zien welke supermarkten de meest effectieve campagnes van week tot week voert. En als ik Albert Heijn ben en ik zie dat Jumbo een effectieve campagne heeft, dan ga ik die mogelijk kopiëren. En vervolgens de rest laat ik zoals het is, waardoor je switchgedrag beter kunt sturen. Alrighty, nou wat kun je er dan vervolgens mee? Dus je hebt al die data die komt naar binnen, al die echte mensen die meedoen om jouw merk een beter merk te maken. Maar wat kun je er als marketeer mee en hoe kun je je ecosysteem daarmee sturen? Nou, heel plat gezegd, al die data komt binnen in dashboarding. Dat is echt heel anders dan je nu ziet naar campagnes. Want dan heb je allemaal verschillende Excelletjes. Eentje van de GRP's, eentje van Facebook, eentje van mobiel, eentje van social media. Word je als marketeer natuurlijk helemaal knettergek van. Maar het probleem vooral is dat het niet geïntegreerd is. Dus wat zie je in zo'n dashboard? Je ziet daar bijvoorbeeld crossmediaal bereik, crossmediale frequenties. Wat voor soort mensen je überhaupt hebt weten te bereiken. Sponsoring. Moet je even voorstellen, als je ING bent en je sponsort 500 amateurclubs, dan wil je wel graag weten wat dat nou eigenlijk doet. Dus door die 500 amateurclubs in het systeem te plaatsen, kun je dus eigenlijk ook zien wat het bereik ervan is en wat de meerwaarde is naast televisie, naast radio, naast digitaal. Uiteraard kun je ook zien wat de on- en offline traffic is. Exposed, non-exposed brand impact, de daadwerkelijke consumentervaringen, dieper inzichten waar je naar op zoek bent, concurrentiegegevens, switchgedrag. Eigenlijk voor een marketeer precies datgene wat hij wil hebben. En dat heeft hij nu en ook heel erg, ja, do it yourself. Hè. Dat is niet, het staat daar gewoon in het overzicht. En dat is eigenlijk heel effectief voor het aansturen van interne stakeholders, mediabureaus, reclamebureaus, zenders en exploitanten. En zelfs sportevenementen. Dus heel erg business, data en merk gedreven. Nou, we zijn er bijna. Ik heb geloof ik nog een minuut. Hoe wordt dat dan gebruikt? Ja, Brands in Control, dat is eigenlijk de titel. Merken kunnen nu gewoon zelf snappen, zelf doen. Vanaf dag 1. Dus dagelijks wordt dit soort systemen geüpdate. Nu merken in control zijn, ook over geïntegreerde representatieve data beschikken, worden ze eigenlijk ook een prettigere persoon om samen met mediebureaus en samen met exploitanten goede en aligned afspraken te maken. Dus
ik kan snappen als mediapartijen dat als een defensief iets zien, maar dat is echt niet nodig, omdat samen verbeteren is juist iets wat in de toekomst je steeds vaker gaat zien, omdat marketeers nu eenmaal die controle in huis hebben. Daarnaast, en dat ga je denk ik in de toekomst zien, dus als ik hier over een jaar of drie sta, dan verwacht ik eigenlijk dat met name het gebruik van human-centric data ook in het voorspellen en in het modelleren steeds van een groter belang wordt. Nu proberen we eigenlijk met mediadata menselijk gedrag te voorspellen. Is straks niet meer nodig, omdat je natuurlijk ook menselijk gedrag in je systemen hebt staan. En dat zullen we binnenkort overigens als bedrijf, Memo 2, ook lanceren. Dan kom ik op de, want ik zie Jeroen naast me staan, dus dat betekent eigenlijk dat ik door mijn tijd heen ben. Nou, nog twee zinnen om het nog even wat duidelijkheid te geven. Merken zijn de baas, worden steeds meer de baas, maar dat betekent niet dat het landschap voor bureaus of voor exploitanten opdroogt. Dat betekent tegenovergestelde. Dat betekent eigenlijk dat de afstemming samen met alle externe stakeholders eigenlijk veel strategischer en dieper van aard is, waardoor eigenlijk een veel betere boterham kan worden verdiend en veel meer waarde kan worden gecreëerd. Dat betekent natuurlijk een beter alignment met consumenten, met interne stakeholders, met mediebureaus, met exploitanten. En ik denk, ik had even Talpa verhaal gezien, ik denk dat dat soort type exploitanten wel heel erg flexibel en dus echt best wel future-proof zijn daarin. En ja, dan zijn er natuurlijk vragen, want ja, Jeroen die heeft allerlei prangende vragen. Mocht u geen vragen durven te stellen of mocht Jeroen er even niet opkomen, dan kunt u mij ook een mail sturen of even een belletje doen. En dan ben ik happy om je antwoorden te geven. En aan de andere kant van het scherm, dank je wel voor jullie aandacht en hopelijk tot snel. Dames en heren, Marcel Vogels. Met fantastisch volgepakte presentatie. Ja. Fantastisch nieuws. Ja. Want volgens mij hebben we nu dus voor het eerst daadwerkelijk ook crossmediaal onderzoek. Wat we eigenlijk nog niet in deze vorm gehad hebben in de markt. Dat klopt eigenlijk. En het is voor het eerst ook dat we echt geïntegreerde data hebben. Dus dat je alles bij elkaar hebt. En je dus ook de overlap kunt zien tussen tv en radio en alle andere instrumenten die je inzet. Vanuit de mensen zelf. Maar wat ik dan niet begrijp is dat jij zegt dat dit heel goed nieuws is voor mediabureaus. Want ja, laten we eerlijk wezen, een mediabureau beoordeelt juist de effectiviteit van campagnes en stuurt die zeg maar bij. Maar ben jij hier niet de ideale dashboard aan het bouwen voor de AI om zo meteen voor een brand direct dat werk te gaan doen? Nou, de laatste zeker. Dus daar zijn we vandaag de dag al mee bezig. Maar kijk, mediabureaus bepalen in zekere zin nu ook niet of campagnes heel effectief zijn of niet. Mediabureaus leveren wel allerlei data op, wat eigenlijk meer een currency is. Dus ik heb zoveel ingekocht, ik heb zoveel klikjes gegenereerd, ik heb zoveel van dit, zoveel van dat. Maar dat is wel echt iets wezenlijk anders dan dat je vanuit het businessmodel gaat aansturen van dag tot dag. Want mediebureaus sturen, dat is natuurlijk de crossmediaal gezien, wordt er niet dagelijks geoptimaliseerd. Nee, er wordt per kanaal geoptimaliseerd meestal. Ja. En wat je dus ook ziet, je ziet een race to the bottom. Dus alle grote merken proberen mediebureaus eigenlijk tot op het laagste van de bot eigenlijk door alle activiteiten daaronder te brengen, dan zo hard te onderhandelen dat het mediebureau verdient niks meer, maar krijgt ook daardoor een uitgeholde service. Omdat die hele die business is eigenlijk een beetje ziek geworden. Terwijl als je nu veel beter strategisch met elkaar samenwerkt, dan kun je met elkaar ook veel meer waarde creëren met alleen maar onderhandelen. Ja, op een gegeven moment heb je de bodem bereikt. En nee, dat is duidelijk. Dus jij ziet eigenlijk een kans voor waardecreatie op basis van deze data. Zowel de creatie, want die moet snel aanpassen als iets anders moet. En als mediebureau, want die moet eigenlijk hetzelfde doen. Dus die moeten samen met die merken het onderste uit de kan halen. En dat betekent eigenlijk dat mediebureaus veel strategischer worden dan de operationele dienstverlening of tactische dienstverlening die ze vandaag de dag hebben. Ja. Dat betekent dat ze eigenlijk ook strategisch advies moeten gaan geven. Ja. En dan niet over mediastrategie, maar überhaupt over productstrategie. Ja, en het is ook niet voor niks natuurlijk dat Accenture en Deloitte juist het tegenovergestelde doen. Dus die gaan juist van de strategische hoek proberen die natuurlijk de tactische elementen daaraan toe te voegen. Dus het is ook niet zo'n gekke gedachte dat mediebureaus eigenlijk tegenovergestelde doen. En eigenlijk juist die strategische kant proberen te vinden. Nou ja, en daarmee heb jij ze zojuist de grondstof aangereikt om die beweging te kunnen gaan maken. Ja, dat is beter voor iedereen. Nou, dan is het toch nog goed nieuws voor de mediabureaus. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dames en heren, Marcel Vogels. En ik begrijp dat u hongerig bent naar meer. Dat zijn wij ook, maar wij gaan nu toch heel even pauzeren. Wij zijn om 15:30 bij u terug met het Marketeers Forum. Met daarbij Margriet de Kroon, Marielle Krauwel en Albert de Heer. Tot zometeen, dankjewel.
Toch een mooi stukje goed nieuws geteld, toch?